Ja, wij van de Stichting Hulp Oost-Europa, afdeling Schaik, zijn juist de trotse eigenaar geworden van een scootmobiel. Met wat goed wil hebben we dat ding van mensen kunnen kopen. En de bedoeling is dat hij naar Roemenië toe gaat. We hebben daar een hele goede bestemming voor in Turda. Wij schenken dit apparaat aan de sociale dienst van Turda. Die zullen er het beheer over gaan voeren. Verder hebben wij er geen inspraak in bij wie of wat dat die terechtkomt. We hebben wel een paar bestemmingen aangegeven. Maar aangezien dat het hun eigendom zal worden en zal blijven, ligt de beslissing waar het die terechtkomt bij de mensen van de sociale dienst.